Hallo? Hoe dodge je die gun hier dan? Als ze 9 van de 10 keer dat doen, dan meestal ga ik dan gewoon opstijgen dan naar voren. Of gelijk erin dodgen en dan een beetje links of rechts van ze eromheen gaan. Maar die dingen doe ik volgens mij altijd al. Nou, zo moeilijk is het niet hoor. Je ziet het echt heel vaak aankomen. Oké. Kutnap. Gooi een pot op hem. Scherm heel even, moet wat pakken. It's cool. The gang is here. Nog een invader. Spawn waarschijnlijk beneden. A bunny cuddle. Krijg hem te pakken, denk je? Nee. Ik raakte hem nog. Nice. Ik heb helemaal een knop in de war. Jongen, die misogynistic train is zo mogol. Hij vraagt aan mij: do you even know what the word ganker means? Ganker komt van de slangtaal. Correct, ik denk. Niet, ik heb dan niet gehoord dat het een officieel woord is. Oh, die faggot die net leave, dude. Hij is dood. Revenge. Fall damage. Wie is dood? Bunny? Ja. Even gaan catering. Oh, daar heb je hem. Waarom heeft hij nou weer een image gestuurd? Hij blijft doorgaan! Waar is hij? Waar ben jij? Beneden? Ja. Red je dit zo? Fucking lucky weer. Hij zegt, I stopped helping because I was disgusted. Oké. Jongen, het woord gank gaat. Wat? Ganker. A person who is too bad at Dark Souls to ever win a fair fight and decides to use cheap tactics. Wat? Dat is niet eens een echt woord! Hij is in de war, denk ik.
Hij zegt, all words are made up, fool. Ja, maar sommige zijn officieel en andere niet. Straattaalwoorden zijn niet officieel. Pang is dood. Wat ben jij? Eentje is doodgaan, hè? Laten we maar teruggaan. Die andere gaat ook, ja. Oh my god. VNV is een VNV. Twee. De ene is een mage en die andere is niet zo heel goed. Ik heb hem al meerdere keren eigenlijk laten terugtrekken. Dat is die stunny of zoiets. Die ja, hij heeft split leave, maar ik heb hem al meerdere keren gedwongen laten terugtrekken. Omdat ik hem een paar keer met R1's raak. Ja, met dit wapen kan hij ook niet zoveel. Dit wapen slaat sneller dan split leave en hij wordt sowieso erdoor gestaggerd. Dat niet alleen. Het feit dat jij als met dat wapen als eerst slaat, of tegelijkertijd is jouw poise groter. Great. Run away! Nou, daar komt hij weer, hè. Mage en een redelijk nutteloos in die kleine corridors. Kijk dan. Vraag me af, zo'n renaanval is dan niet beperkt of zo. Ja, ik jaag ze één keer op en ze zijn dan voor. Dat was gedoemd te falen voor hem. Ja. Ja, dit waren niet de, dit was niet de moeilijkste 2v2. Maar dat kon ik al voorspellen, aangezien ik wist dat het niet de beste spelers waren. Nee, ze bekende. Hopelijk doet hij het. Kieran met die split leave, echt de hekel aan mij, denk ik nu, jongen. Ik heb me zo erg geïrriteerd deze hele run. Of deze hele tijd dat hij erin zit. Constant geraakt. Oh. Kurage. My name's Beer. Let's go. Correct. We hebben onze held. Run away! En gank! Hij denkt een gang, shit. Nee, how unfair. Obviously. This is outrageous. It's unfair. Stap aan het geraakt, ik wel hard gelacht. Dat was zo mis, maar goed, ja, dat zijn PvP hitboxes. Ja, ik was al lang out of reach, maar ja, dat doet de zin niet. Bescherm even.
Goed zo. Niet heel veel damage, maar goed. Hij rolt, jongen. Dat krijg je voor je internet. Wow. Dat zwaard raakte me, maar het deed geen damage. Jongen, eentje ging dood, kwam er gelijk weer een. Hoe snel is dat? Mage. Ja, maar dat was waarschijnlijk nog voor de tweede slot. Ik dacht dat er twee waren. Wat? Ja. No way. Nice, Kurage. Nu is er niks meer. Mijn namesbeer deed dat heel slim. Jongen, misogynistic blijft doorgaan. Ik ben al een hele tijd niet meer aan het reageren. Maar ja, ik kan auto-messages sturen, dus ja. Tenminste, ik hoef maar één druk op de knop, kan ik meteen kiezen wat ik wil sturen. En dat zijn kortgemaakte woorden. Is hij daar? Ja. Yeah. Oh shit, alle drie zijn geactiveerd. Hoe dan? Ik weet niet, er was toch niemand bij die derde in de buurt? Nee, ik was er helemaal niet. Oh fuck. Laat ze maar even naar boven komen. Ik kon hier een 1v1 met me doen. Oh shit, nu is het 2v1 hier als ik hier blijf. Oh, gekukt door de herald. Hoe vervelend is dat, maat? Farewell? Ja. Oké, dat was echt briljant getimed. Dat is nieuw. Wat moeten we daarvan zeggen? Een beetje een Dark Souls heenbeest. Oh, kut. Dat was degene ernaast. Dat was een beetje een Dark Souls heenbeest. Ja, ik vond het ook raar. Je gooide shit en dan... Nee, en terug naar de backstab. Correct. Ik zag het met mijn eigen ogen. Maar ja, hij noemde zichzelf er wel een beetje mee. Oh, ja. Shit, ik kan niet verder mee. Dat is altijd als soms backstab of parry doemen ze zichzelf. Want dan hebben we meer tijd om te maken. Oh, nee. Onze dat is meneer held. Two Hits. Dat is die kerel die heel slecht was. Oh, ik denk dat hij zich geding heeft. Ja, hij heeft zich sowieso Ja. Hij heeft zich gerespected. Dus... Wat bedoel je? Oh? Wat een cirkel, joh. Hij is dood. Ja. Het is niet de beste speler, die kerel. Ja, maar hij dacht, ik ga jou drie keer slaan, en, terwijl dat, jongen, ja, kan gebeuren. Dat was gisteren ook volgens mij, toen zei ook, die is echt slecht, die kerel. Wie was er nou nog zo slecht?
Eentje die met die Prisoner's Hellwolf, die altijd bij de Ring Knights daar stonden, die drie. Die met die Irithyll Straits op. Wat? Dat weet ik. Oh, Mumyshack. Mumyshack, ja. Ja, die zullen we nooit meer vergeten. Die was echt slecht. Oh my god. Yep. Maar de laatste paar dagen zijn er sowieso veel slechter, no? Dat vind ik heerlijk. Sinds dat Dark Souls 3 gratis is geweest voor een tijdje. Maar niet Dark Souls 3, gewoon alles. Alle Dark Souls? Nee, alle multiplayer. Oh. Dat is een professional aan het werk. Herinner dit moment. Ja, ja. En zeg later tegen je kleinkinderen dat je hem, dat je de professional in zijn werk hebt gezien. Ga ik zeker doen, want dat kan ik zeggen, want ik krijg er nooit geen. Nee, dat kun je niet zeggen, want als je het dan niet doet, dan doe je het alsnog niet. Correct, daarom. Dus, nee, je kan het niet zeggen dan. Ik kan het wel zeggen, maar niet tegen. Ja, maar als jij zegt ja, ik ga dat zeker tegen zeggen, dan is dat fout als je er geen krijgt. Hé, hey, jij zit tegen mij te zeggen dat ik games niet zo serieus moet nemen. Wat? Hypocriet. Wat? Ja, joh. Nou, ik snap de connectie. Oh, we hebben een invader. Kijk, nou is je kans. Nou is je kans. Verprompt. Oké, doe de charge. Ja, dat kan iedereen, Doortje. Dat was gewoon een beetje zielig. Jongen, hij is al dood voordat hij wat heeft kunnen doen. Het been actually. Hij dacht, ik pak je met mijn Hunter's Axe. Ja, maar ik snap je connectie niet meer wat je net zei, maar goed. Wat? Jij zeurt over dat... het feit dat ik loop te zeuren, dat ik niet zo serieus moet nemen, of wat dan ook, dat ik zit te zeiken over hitboxes en dingen die realistisch correct zijn in games. En dan zit jij tegen mij te zeiken over dat ik in zijn games niet realistisch zijn. Ja, maar dat is anders. Dat ging over het realisme van een spel. Is goed. Nee, dat ging over het realisme van een spel. Maar dit gaat gewoon over is die weer. De accuratie van je statement. Ja, ja. Wie zul je er maar uit? Oh, daar heb je er nog één. Oh, nog één. Leddo. Dabwolf? Als dat hem raakt, jongen. Ik heb toch nog wel. Ja, ik heb nog tiers. Heb je nog tiers? Ja. Wat? Hij doet buigen, ik doe point down. Oh fuck, I'm out. Ja, ik had hetzelfde idee. Oh! Dat had een dubbele pijl raak geweest. Ah, oh, als we net iets eerder waren, hè? LS. Dat is niet van mij. Nee, die was van mij. Het feit dat ze gaan gooien, zijn ze doomed, hè? Tenminste, als je goed kan schieten in ieder geval. Oh, hij dodgt je dan. En als ze healen, lopen ze altijd. Dus je moet altijd een beetje die trajectory volgen, zeg maar. Zigzaggen, denken ze. What the? Dat is een preacher hier. Let's get rid of him. Komt deze nou weer hier? Kuraki is een trouble. Niet echt. Ah. Oh, dat is zo mooi allemaal. Ja. Oh. Ik raak hem! Hij dodgde de verkeerde kant op.
Oeh, die is... Oké, okay, die is niet voor mij, die is voor Karagi. Sukkel loopt vol in mijn pijl, jongen. Ze kunnen er gewoon niet... Ze kunnen gewoon niet hier komen. Nope. It's impossible, denk ik. De veritable deluge of arrows. Oh, Kurag is de lul. Oh, hij... Nee, Kurag kreeg zich er zelf net uit. Gewiezel. Nee, ik... Of ik raak hem, of hij raakte hem, maar... Nice! We raken hem allemaal! Allebei raak! Hoe mooi was dit? Oh, net. Wat? Ik weet niet wie hem raakte, maar altijd... Jij, denk jij. Hij nodigde ons ook nu echt uit gewoon niet meer, hè. Oh. Wat? Oh, Kurake. Ja, nee, dat is dom. Oh, goed zo. Nog één pijl. Wat? Ah, oh, kom op, die was perfect. We gaan die mage dan niet voor ons zoeken. Ah, jammer. Ik moet die echt even opnemen. Adjudicate stoot. Oh, ik raakte hem net niet daar. Nou, dat is the end of them, denkt hij. Ja, nou dat hij weg. Omdat ze erachteraan gaan. We hebben geen kans meer. Zo, we hebben, ik denk dat dit wel de meeste hits zijn die ik ooit gehad heb in een run met een pijl en boog. Zou kunnen. Ik heb al mijn arrows gespeeld. Ik heb er nog saas. Ja, nog 50 van die gouden. Kleintje moet me weer hebben, hè? Nee, dank, nee. Kleintje, rot nou eens op! Zie je die andere invader? Helaas. Ja, hier naast ons! Haha, oh, heb ik hem net te pakken, jongen! En weer. Leddo komt eraan. Oh, hij heeft obscuring ring. Ik kan niet. Ik voel preachers clear. What the fuck, jongen? Waar komen die vandaan? Nou, hun hebben die geactiveerd. Oh, die is serieus? Echt gepakt door die Leddo, jongen. Wie wordt daar nou weer door geraakt? Ik denk, dit is mijn kans, die Leddo. Geen booggeweld meer. Oké, nou ben ik lul. Nee. Nee, je bent oké. Hier, de Kraken zelf. Oh. Wat een combo, jongen! Holy shit! Het is goed dat Kurage me daar redde, hoor. Oh. Dit? Wat een combo hier, jongen. Zag je dat? Ja, ik redde jou, maat. Kurage was er... Kurage kon hem raken omdat ik hem raakte met een pijl en boog. Toen hij die charge op je deed. Good one. Maar goeie shit. Zag je dat of niet, dat die pijl hem raakte? Nee, maar dat zien we wel in de video waarschijnlijk. Prachtige run dit, jongen. Holy shit. Ja, kom, laten we maar... Ja, fuck die Ring Knights, dus stop maar. Incorrect. Moeten dood. Ja, Ring Knights moeten wel dood. Volgens mij zijn er nog maar twee. Dit kan je aan je kleinkinderen vertellen. Goeie. Lucky, dat is alles. Kijk, er is het. Je kan zeggen wat je wil, we hebben mensen afgeslacht met die pijlenboog, jongen. Maar kijk, dat van net, dat is gewoon puur geluk. Je hebt de touch van de meester en dan heb je puur geluk. Oh my god. Feiten. Ah! Kijk, dat is gewoon de feit. Puur geluk dat ik deze backstab heb. Dat sowieso. Wat? Hier is er nog één. Oh ja, dat leeft nog even. Is hij nou weer hier? Komt ook weer. Leef eruit, jongen. Weet je wat ik ook zo fucking irritant vind? Ik speel toch altijd... Ik speel nou die Code V met die scrub van de ring van mij. En
hij deelt niet de kennis, de humor en andere dingen waar wij van af weten. En dat maakt het soms vrij vervelend. Ja, dat is altijd irritant. Ik weet ook nog toen ik die ene video van die Professional Motorbike Lessons de GTA 4 liet zien aan mensen die GTA 4 niet speelden. Die moesten er niet om lachen, want ja, die snappen dat niet. Dan moet je dat voor gespeeld hebben echt, om te zien hoe dom dat is. Ja, dat is wel zoiets, maar hij heeft dat... Jezus. Hij heeft Dark Souls 3 gespeeld, snapt er niks van, weet waarschijnlijk helemaal niks meer van het spel, geen enkele boss meer. Zo'n kerel is het. Die vergeet alles wat hij speelt. En weet je wat ik ook zo irritant vind is als ik met hem speel? Zegt hij heel de tijd, ja, de story boeit me niet, ik wil alleen slaan, dit en dat. Ja, en 9 van 10 keer gaat hij dood, of dan doe ik al het werk. En dan loopt het omdat hij te bang is om aan te vallen, of om de lead te nemen. Klinkt echt als een phoenix. Ja. Maar met hoe die speelde toen met die GTA 4 verbaasde dat me niet. Ja. Onze Gundyr held is weer terug, maar ik weet niet of we hem nog gaan tegenkomen. Nee, het is helemaal kwijt. Het is niet echt een goede speler, hij doet ook gewoon heel vaak per ongeluk die R2 erachter. Correct. Ja, ik heb Blue aanstaan, dus er zal zoveel van een Blue komen in voor hem. Dan die afslag missen. Gundyr's Helbert. Helbert's Gundyr. Helbert's Gundyr. Dat is een mooie naam. Ja, die sukkel heeft obscuring aan. Dus als hij nou zich laat zien, dan wil ik nog wel op hem wachten. Dan kan ik inzien hoe lang het duurt voordat hij bij mij is. Ja. Heeft hij obscuring? Hij heeft obscuring, ja. Daarom, jij vroeg toen aan mij, zie je hem? En toen zei ik nee. En toen draaide ik mijn camera nog een klein beetje verder om. En toen wilde hij net een charge doen op jou en ik schoot met mijn pijl een boog. Mooi, jongen. Maisy Star. Oh, daar is hij. Ik zag hem met schade oplopen. Maisy Star zit daar bij... Midir. Alduin. Bij Midir? Oh, nee. Ja, waar Midir aan de ene kant van de brug zit, bedoel ik. Hieronder. Maar waar was die invader? Hij zou in principe nu al bij de catacombs kunnen zijn. Als hij had doorgelopen nadat ik hem had gezien. Lijkt me sterk. Ik hoor iemand slaan. Oh, ja, ruzie. Oh, ja, denk het wel. En Maystar loopt verkeerd. Ik zag hem vallen. Pak even poise. Maar ik doe dit wel eens ook goed. Oh, ja, wacht, iedereen pakt hem mee. Is oké. Okay. Ik ben bang om die sprong te maken. Oh nee, wacht. Als je hier valt, overleef je het gewoon, of nee? Ja, maar dan moet je een heel rondje omlopen. Blijf nog maar daar. De sprong is niet zo moeilijk, hoor. Maar... Waar is die invader dan, denk je? Ja, die is te dom, blijkbaar. Want die had hier al lang kunnen zijn. En dan had ik hem al lang kunnen zien. Die Maisy Star weet niet hoe die moest lopen door de catacombs heen. Dus ik heb het even laten zien. Het is niet echt een voordeel voor hem als we er komen zonder die invader te killen, want... Dan krijgt hij niks. Ja, de invader moet leven, dan krijgt hij wel wat. Is het? Denk het ook niet. Ja, nee, dat is wel zo. Als de invader uit zichzelf leeft... Is dat een win voor de Blue? Ik weet dat niet. Ik weet in ieder geval wel zeker dat bij de boss het in ieder geval niet zo is. Nee, dat is Ja, dat weet ik trouwens, dat weet ik ook niet zeker hoor. Ik wel, ik heb het gezien. Ik weet niet waar Kuraga nou is. Waarschijnlijk verder. Dat is wel ongeduldig.
Oh, nee, daar komt Kurage. Ja. Dat was nog in de catacombs. Dat is geen een veder, Messi. Kruik is wel een van de favoriete teamgenoten. Ja, nou. Hij gebruikt ook die hoed. Ik denk niet dat deze in veder echt angstig is, maar hij is denk ik gewoon te dom. Ik zag hem schade lopen bij die kerk van de drie knights. Ja. Church of the Three Knights. Nee, moet een makkelijker naam zijn. Three Knight Church? Nee, ik denk ja, Ring Knight Church kan wel, alleen dat kan je... What the fuck? Iets met een 3 zou mooi zijn. Oh my god. De drie musketiers. De Trio Knights of zo. De Triumvirate. Ja, ze noemen ze dat in een leiding van drie in de Romeinse tijd. Ik hoor dat hier. Kom, kom, kom. Arme Maisie Star. Arme verprompt. Alec the Heavy de. Oh ja. Ja, nee, ik denk dat hij het gewoon niet door had. Ik weet niet dat het echt omdat hij bang was of zo. Wat? Run away! Gooi die dupe! Gasten! Waarom twee parries daar? Oh, speler! Oh, laat maar dan. Psychedelic walls. Ja, ga dit. Hè? Skurage met die speler. Kom even helpen bij die. Backstab, ook al stond ik erbij. En weer. En weer! Okay, je denkt nice, dat... Kurage! Is hij hem geparried? Zo dan. Oh, ik heb hem net uit de iframes al gehaald. Oké, niemand had hem, dat kon je makkelijk vermijden. Ik dacht dat jij daarop zat, maar goud, ik zat helemaal niet op te letten. Maar niet uit, deze gaat stofzuigen. Waarschijnlijk. Ja, ik vond wel legit. Ga deze niet point down.
Deze was niet irritant, deze deed gewoon zo. Op zich. Goeie run! Twee extreem goede runs. Extraordinair. Tegenwoordig is het lekker druk. Ja, Kurage, goeie. Ja, Kurage is goed. Ik Mermaid, helaas geen goede dag gehad. Misogynistische train, hebben we geleerd dat het een misogynistische train is. Ja, dat kun je zeggen.